laatste ronde op de 1500 meter. Ik zat achter Xandra aan. Het enige wat ik dacht was, oké, nu blijf staan. Want de afgelopen afstanden gingen niet zo lekker. Dus ik dacht, weet je, ik zit erachter, het gaat goed. Ik voelde het wel namelijk best wel verzuring. Dus ik dacht, ik kon eigenlijk niet echt meer een actie plaatsen. En Xandra reed zo hard. Goede lijn ook. Dus ik dacht, blijf staan en kijken misschien met de finish nog. Want met de finish kan natuurlijk altijd alles gebeuren. Toen was ik tweede en ik was intens blij. Want zes Olympisch kampioenen op de relay, wereldkampioen op de 500 meter. Jij dacht, nou sorry hoor, vandaag wil ik even de beste zijn. Nou ja, tuurlijk. Weet je, op dat moment zie ik hun niet als Olympisch kampioenen. Weet je, je rijdt tegen hun en als je ze kan verslaan, kan je ze verslaan. Wie is Angel Daleman? Ik ben nog een meisje van 15 jaar en ik hoop later ook naar Olympische Spelen te gaan en daar heel veel goud te halen. Wanneer is dat heilige vuur ontstaan? Hoe ben je met shorttrack in aanraking gekomen? Wie was je idool? Wat was het moment dat je dacht, nu ga ik shorttracken? Nou, ik was eigenlijk al heel jong toen ik begon. Want mijn tantes Melanie Moreen de Lang zijn vroeger ook naar Olympische Spelen geweest. Dus eigenlijk ben ik altijd al opgegroeid met schaatsen. Nou, dan ging ik met lange banen, toen weer shorttracken. En op een gegeven moment kwam Suzanne Schulding natuurlijk in beeld. Nou, die begon supergoed te presteren. 2018 Olympisch kampioen. Toen dacht ik... Dat was het moment? Dat was het. Nou ja, wel eerder, maar echt het moment dat ik echt ervan... Ik wil ook echt goud en ik zal er alles voor doen. Dat kwam wel toen Suzanne in 2018 goud won. Hoeveel drive heb je, energie? Veel. Ik ben erg gemotiveerd en ik heb heel erg veel zin om hard te trainen. En hard te gaan schaatsen en heel veel progressie te maken. Dus en vooral als ik nu met dit soort meiden kan rijden, is het natuurlijk alleen maar mooi. En daar kan je heel veel van leren. Dus dat is natuurlijk wel erg leuk. Dit is mooi naar huis gaan, toch? Bij deze plak. Zeker. De afgelopen afstanden, de 500 en 1000 gingen echt niet zoals ik helaas wilde. En toen dat dit dan zilver wordt, dat geeft wel echt een hele goede voldoening.